De basisschool De Eendracht is klaar voor maandag. Vanaf maandag mogen de basisscholen weer open. Zij moeten zich dan wel aan een bepaalde richtlijnen houden. Op de basisschool De Eendracht in Apeldoorn waren ze vrijdag er al helemaal klaar voor. Eindelijk mogen ze dan weer open en daar is de directeur van de school heel blij om. Ja, we zijn hartstikke blij dat we weer open kunnen. Zeker voor de kinderen. Die hebben natuurlijk wel uh, op afstand van alles gedaan. Dus het onderwijs heeft uh, naar omstandigheden best wel door kunnen gaan. Met taal en rekenen. Maar onderwijs is natuurlijk meer. Kinderen moeten elkaar ook zien. Kinderen moeten elkaar uh, leren ook van elkaar. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal stilgestaan. Dus wat dat aan gaat is het hartstikke fijn dat we weer kunnen beginnen. En hoe zit dat met de leerkrachten? Want willen ze wel werken? Want er bestaat wel een risico. Ja, ik weet dat dat een landelijke discussie is. Wij hier op school hebben dat eigenlijk uh, niet. Tuurlijk zijn er wel hier en daar vragen geweest. Maar ons hele team uh, is ook eigenlijk wel weer blij dat ze kunnen beginnen. Alleen voor de leerkrachten geldt de anderhalve meter regel en dus niet voor de leerlingen. En dat was voor de school een hele opluchting. Anders hadden de lokalen heel veel stoelen eruit moeten halen. Toch mogen de leerlingen niet gezellig naast elkaar zitten. Nu mag er maar één kind aan een tafel plaatsnemen. Sommige ouders zijn ongerust en komen met hun vragen bij de school. Ouders die zeggen, goh, mag mijn kind wel naar school, want mijn kind heeft hooikoorts en kan af en toe eens hoesten. En uh, nou, als je daar dan allemaal nog uh, op dat moment over na moet denken, is het fijn om dat van tevoren allemaal afgekaderd te hebben. Zodat je die vragen niet meer krijgt en dat je daar ook meer, of meer allemaal op dezelfde manier mee omgaat. Als maandag de school weer open gaat, mogen de kinderen niet massaal naar de klassen gaan... Dat gaat geleidelijk aangebeuren. Ook de ouders zijn gebonden aan de nieuwe regels. Ouders mogen, dat is misschien de grootste maatregel, niet op het schoolplein komen. Dus ouders komen straks, 50% van de ouders, broertjes en zusjes zijn in principe samengenomen. Dus die komen op dezelfde dag naar de school. Dus er zijn hele schooldagen hebben we voor gekozen. Dat was ook een van de adviezen om dat zo te doen. Zodat je niet broertje op maandag hebt en zusje op dinsdag. Dan heb je zo min mogelijk verplaatsingen ook. Ouders nemen afscheid van hun kinderen aan het hek. Kinderen lopen zelfstandig naar de klas toe. We hebben een extra ingang gemaakt. Dus we hebben in principe nu vier ingangen. En ik heb dus precies geïnformeerd aan de ouders welk kind binnen welke ingang komt. We doen het ook nog gespreid. Dus de school gaat om kwart over acht open. Dan komen op alfabet, zeg maar de eerste, de A tot en met uit mijn hoofd, H, komt dan van kwart over acht tot tien voor half negen binnen. Dan tien voor half negen. De volgende tranche en dan vijf half negen de laatste. Dus zo spreid je het een beetje. Als de kinderen de klas binnenkomen, moeten zij eerst hun handen wassen. Bij de basisschool de Eendracht is in elk lokaal een wastafel te vinden. Maar er zijn nog meer veranderingen op deze school. We hebben de schooldag ook iets verkort. Normaal gesproken hebben wij lestijden van half negen tot drie. Nu hebben we van half negen tot 2. Dat betekent dat we eigenlijk een soort continu rooster hebben tijdelijk. Uh, dat geeft dus die leerkracht ook na afloop van de schooldag weer iets meer tijd om die andere helft, die die dag niet op school geweest is, weer feedback te geven op het uh, ingeleverde schoolwerk, wat intussen allemaal digitaal gaat. Wat niet met de coronamaatregelen te maken heeft, is de verandering aan het schoolplein. Ja, we krijgen een, wat we zeggen, een groen schoolplein. Nou, een groen schoolplein betekent dat we vorig jaar eigenlijk de subsidie van de gemeente Apeldoorn uh, gekregen hebben. We hebben een plan ingediend bij dat plan waren kinderen betrokken, de buurt. En de beste, meest complete plannen hebben dus een subsidie gekregen van de gemeente. En dat zijn we nu aan het uitvoeren. Dus eigenlijk krijgt het schoolplein krijgt minder tegels en meer groen. En vooral ook meer uitdaging voor de kinderen. De kinderen worden maandag zowel buiten als binnen verrast. Want eenmaal binnen krijgen ze een leuke buton mee. De hoop is wel dat daar straks water in komt te zitten.